Ik ben Jo Katema, ik ben teamleider ondersteunende groepen bij NTS Norma Drachten. Het werk wat voor mij maakt het bijzonder is dat ik werk graag in een productiebedrijf. Gewoon dat je kunt zien dat je echt letterlijk iets creëert. Dus gewoon van een stukje metaal dat aan het einde van de rit komt er een productje uit wat andere bedrijven weer iets mee kunnen. En ik kom van een boerenbedrijf, dus ik ben ook gewoon vanaf kleins af aan opgegroeid met die techniek. Het meest trots dat wij straks een nieuw pand mogen zetten. Ondanks dat we hier heel prettig bij Philips intern zitten, dat we straks op eigen benen mogen gaan staan. Wij dit gewoon met z'n allen mogelijk gemaakt hebben. Ik voel mij hier zeker welkom. Het is gewoon een hele open en ongedwongen sfeer wat we hier hebben. We kunnen gewoon, iedereen kan de directeur ook gewoon benaderen. We hebben weinig laagjes. Iedereen kent elkaar ook benaam. Het is gewoon heel prettig dat je ook op een hele informele manier kan communiceren met elkaar. Ik ben op een boerderij opgegroeid, dus allemaal techniek. En toen dacht ik van dat is leuk, we hebben mbo werktuigbouwkunde gedaan. Daar kwam ik achter dat ik techniek absoluut leuk vind. Alleen het doen, dat niet echt mijn ding is. Het praten, het ouwe hoeren en dergelijke en de aansturing meer wel. En ik heb daarna ook gekozen om een opleiding hbo technische bedrijfskunde te doen. Dus wel om die connectie met techniek te houden, maar het bedrijfskundige aspect vind ik ook interessant. Ik heb bewust gekozen om wel in Friesland te blijven. Er zijn heel veel mensen die na mijn opleiding ook aangaven, goh, waarom ga je niet richting Utrecht, kun je veel meer verdienen. Dus alleen aan het einde van de rit blijft er net veel geld over en ik ben wel een familiemens. Dus ik ben wel graag binnen een drie kwartier bij de rest van de familie en dat is nu ook het geval. Ik heb wel bewust gekozen voor Friesland omdat ik het gewoon een fijne provincie vind om te wonen. Gewoon een stukje rust, ruimte, Fries natuurlijk, dat is het beste antwoord. Nee, en het is gewoon, alle voorzieningen zijn er. Ik vind het super belangrijk dat er meer vrouwen op de werkvloer komen. Wat ik vooral merk is dat de sfeer heel anders wordt op het moment dat er meer dames op een werkvloer rondlopen. En daarnaast, kom erop met al die dames, wij kunnen nog wel een paar gebruiken. Nou, op het moment als jij denkt van goh, dit vind ik echt interessant om te kijken van binnen een technisch bedrijf wat is er mogelijk, neem gewoon contact op. Wat ik al aangaf, de meeste bedrijven zullen meer dan welkom heten om even gewoon puur even rond te laten kijken van wat er mogelijk is. Ik heb binnen het ICD ook bijvoorbeeld mijn Paperless Factory project heb ik ook bij je aangesloten gezeten en je zoekt gewoon de synergie samen op en dat werkt gewoon. Je merkt wel van de belangen zijn wel wat anders per bedrijf, maar dat het samengevat wel tot één onderwerp komt waar iedereen graag iets mee wil. En dat werkt gewoon super met ICD. Ik merk ook van dat ik bijvoorbeeld stagelopers binnengekregen heb via het ICD. Dus dat het ook gewoon een stukje richting de buitenwereld voor ons een extra stukje beeldvorming is en ons extra interessant maakt.